eigenlijk allemaal dirigenten, solisten en workshopleiders en amateurzangers die samen een concert realiseren. Allerlei niveaus waarop je kan inspringen. Maar wat ik heel leuk aan improvisatie vind, is dat het een heel ander soort energie geeft. En dat je van tevoren niet weet wat voor energie dat gaat zijn. En dat is denk ik ook wat Merlijn zo leuk vindt hieraan. Hij had het allemaal uit kunnen schrijven, want dat kan niet, want hij is componist. Maar hij vindt het leuk om het te laten ontstaan, om te zorgen dat mijn energie en zijn energie en haar energie er ook allemaal in gestopt worden. Het is ook veilig dat je een soort kader hebt, dat je niet alles uit jezelf moet putten. Misschien durft niet iedereen dat. Ja. Dat kan leuk zijn. En als je merkt dat dat dan leuk klinkt en lekker voelt, dan krijg je er gewoon zin in. Je moet luisteren wat je kan toevoegen en dan weer terugluisteren hoe daarop gereageerd wordt. Dat is het allerleukste. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik meedoe met een zangworkshop, een zangconcert. Wat ik aardig eraan vind is dat je heel goed moet luisteren naar wat andere zangers doen en zangeressen. En dat je daarin mee moet laten gaan en dat je een soort organisch geheel wordt. Je wordt als het ware bijna een soort van geprogrammeerd. Tonen van elkaar overnemen. Goed zorgen dat je op dezelfde hoogte zit. Hoor je nog wrijving, dan zit je niet goed. En ik heb ze ook leren afwijken van die toon. Dus ga een fractie erboven en zorg dat dat gaat wringen. En zorg dan weer dat je thuis komt op dezelfde toon. Het is wel heel wonderlijk om te werken. Het is een soort magie eigenlijk. Hè? Dat zoveel mensen met elkaar dan zoiets moois kunnen maken. Wat ik daar voel is dat er zijn overal om mij heen klanken. En iedereen is aan het lopen. Dus je kunt lopen waar je wilt. En omdat er ongeveer 200 mensen daar nu staan, is er overal wel een geluid. Bij mij gebeurt er dan van binnen wel iets als ik die overal om me heen voel, want ik zit er gewoon letterlijk in. En dan zie je ineens mensen allemaal rondlopen en zo klappen en zo zingen. Dus dan, we dachten eerst, wat gebeurt hier nou?